Geen koffie, geen koning, maar toch een aflevering. Ja, koffie met de captain, dat klinkt zo raar, want dat schrijf je met een C. En bovendien, je bent niet captain, je bent gewoon Danny Post. Danny, welkom. Ja. Hoe is het? Ja, goed. Na de laatste overwinning is het natuurlijk lekker om nu een interland weekend ertussen te hebben. Kan je langer genieten van de overwinning. Ja. En ja, het werd wel weer tijd. Ik denk super belangrijk en ook verdiend. Dus ja. We zijn er blij mee. Ja, want je gaat zo'n wedstrijd in tegen Heracles natuurlijk. Je hebt tussendoor al een ander potje gespeeld. Over die wedstrijd tegen Ajax is alles al gezegd en gezwegen. Maar dit is dan weer de eerste uit, ja, wat ondertussen al is genoemd, die beroemde serie van vier. Hè, waar het in moet gebeuren, waar de basis gelegd moet worden om lekker die winterstop in te gaan. Zie jij dat zelf ook zo, dat dit de vier wedstrijden zijn waarin je even kan laten zien wat je waard bent? Ja, het is meer gewoon dat we een heel zwaar programma toch wel gehad hebben met hele verre uitwedstrijden. Ja. Moeilijke tegenstanders, Ajax dan, AZ zat ertussen. Ja. En nu ja, Heracles thuis krijg je dan. En we krijgen nu allemaal toch ploegen die redelijk dichtbij ons staan. Ja. Dus ja, dan zijn dat wel de wedstrijden. We hebben natuurlijk ADO gehad, dat was natuurlijk een mispeer. Zuurtje. Ja, zeker. En nu wil je gewoon de wedstrijden, zijn we nu goed begonnen met Heracles en de rest ook gewoon doorpakken. Ja. Nou goed, dan heb je die wedstrijd tegen Heracles gehad, die win je 5 minuten voor tijd. Maar ja, verdomme al, maar een minuutje of 20 op 2-3-0 mogen staan. Hè? En dan heb ik het niet alleen over die penalty dat er niet in gaat, maar er kwamen wat kantjes voorbij. Hè? Ja, zeker. Ik denk dat we de eerste helft gewoon prima speelden. We speelden in toch wat nieuwe formatie met twee spitsen voorop. Ja. Ik denk dat dat goed uitpakt, alleen ja, dan zal je net zien, en mis Jacco een penalty. En dan, ja, ongelooflijk, hè? Ja, dan krijg je de deksel daarna op de deus. En dan sta je 1-0 achter in de rust. Dus ik zat echt in de kleedkamer van, hoe is dit mogelijk dat we nu toch eindelijk vrij uitspelen, redelijk goede druk zetten. Ja. En dan weet je wel dat na die rode kaart, dat het dan wel de tweede helft goed komt als je hetzelfde blijft doen. Zijn dat dan die momenten, want je zei pas geleden een keer van verdomme, met zo weinig publiek en met bijna geen geluid om me heen, moet ik af en toe even op mijn tong bijten. Is dit dan het moment dat als je de rust inloopt, dat je denkt, normaal gesproken was er nou een oud-Amsterdamse vloek aan mijn mond ontsnapt? Ja, in het veld heb je nu wel nog steeds, dan let je daar niet op, gewoon als je teamgenoot ook aancoacht, dan zie je dat ook wel terug. En dan hoor je dat ook. Maar je let wel gewoon iets meer op. Ik heb ook al wat bij andere wedstrijden gewoon gehoord. De dingen die je normaal niet hoort, dat hoor je nu wel. Ja, dus opletten. Dus daar moet je wel echt een beetje op letten. En ik zeker ook, ja. Ja, waar je ook op moet letten, Danny. Godsamme. Ja, je weet al wat ik wil zeggen, hè? Want zeker. Iedereen heeft het erover. Absoluut. Kappers met die gele kaarten, man. Ja. Normaal ben ik het echt met je eens, maar deze kaart vond ik echt niet terecht. Dus ik heb het van meerdere mensen gehoord dat het geen terechte kaart was. Als dit de eerste was, dan had ik je die vergeven. Maar het is weer niet de eerste, Danny. Nee. En godsamme, man. Absoluut. Is dat dan omdat dat in je spel opgesloten is? Of, en die geef ik je, is dat ook omdat als die scheidsrechters op het wedstrijdformulier kijken en weten, hey, wedstrijdje tegen WV, dan loopt dat lange end in Amsterdam rond en die kunnen we wel eens een kaartje geven. Nee, ik denk dat het een combinatie is, dat het en dat is en het zit in mijn spel opgesloten. En kijk, heel veel kaarten zijn wel terecht, maar deze was gewoon echt niet terecht. Hey, nog even over die Giacomakis. Het is godsamme ook wel een mannetje. Hè? Ik bedoel, ik zie hem die penalty nemen. Ik dacht bij mezelf, als hij nou eerst nog ook van die ene pasjes gaat doen zoals bij Brazilië, dan had Danny Post hem toch ook even van anders. Ja, ik vond hem nu al vrij nonchalant. Dus, ja, dat bedoel ik. Ja. Kijk, hij is natuurlijk al belangrijk voor ons geweest. Dus je bent niet gelijk bij een penalty die hij mist hem de huid vol schelden. Al kwam het wel even in me op. Maar nee, ja, dan weet je dat hij wil die bal er zelf ook in schieten. Hij wil hem niet missen, hè? Dat weten we allemaal. Je zag ook gewoon dat hij daarna ook die penalty veroorzaakte. Hij zat er niet super lekker in, maar dan vind ik het des te knapper dat hij toch nog op de goede plek staat. Om staat hij eerst nog even op de foute plek. Door in de 16 piepklein tackeltje op onze vriend Vloed te maken. Dus dan, dat maakt hij hem uiteindelijk wel. Is dat dan ook omdat hij in die flow zit dat je denkt, het maakt niet veel uit, maar hij gaat komen. Heb je dat gevoel ook? Ja, ik vind gewoon dat het bij hem echt een kwaliteit is dat hij gewoon echt de bal makkelijk erin schiet. En, dat klinkt heel raar, maar dat is wel wat hij moet doen. Het is gewoon wat hij moet doen. En kijk, het is natuurlijk altijd fijn als spitsen ook andere dingen doen qua druk zetten, qua de bal. Maar leuk, die bal moet er gewoon. Ga weg. Nou, dus hij kan het allemaal mee goed moet doen. Voetballen. Hoef hij niet te verdedigen, vind ik. Als hij aan het eind van het seizoen en het begint met een 1 en misschien zelfs wel met een 2, dat hij dan tussen de 15 en de 20 maakt, dan ben jij het ook goed, mannetje. Ja, absoluut. Ik ben gewoon super blij met hem dat hij die ballen erin schiet. En ook des te knap omdat we nog niet hele goede wedstrijden gespeeld hebben, dat hij toch elke keer wel gewoon zijn doelpuntjes meepikt. Ja. Wordt hij misschien zelf al uitgenodigd? Dat moet toch ook wat doen met zo'n jongen. En zeker met zo'n trotse Griek, hè? Ja, maar dat zie je. Kijk, ik denk dat het ook wel wat gelukkig is dat de trainer natuurlijk Nederlands is. Dat hij dat hij hem ziet. Ja, kijk, had hij misschien in een ander land. Dus dat is ook, maar hij verdient het ook gewoon, hebben we ook tegen hem gezegd.
dat hij gewoon goed bezig is, die ballen erin schiet. En, volgens mij was hij ook wel erg trots dat hij daarheen mocht. Zeker. En terecht. En dan heb je de wraak van Jafar, hè? Arias, ja, ja. Die vorig jaar bij Emmen niet scoort, nu wel scoort, belangrijk is voor het team. Basisplaats af heeft gedwongen, misschien zelfs wel af heeft gedwongen dat VVV zijn spelsysteem een beetje anders gaat doen. Die wordt ook uitgenodigd, maar die zegt, wow, leuk, ja. Maar even handremmetje erop, ik ga niet zo lang vliegen. Ja. Snap je dat? Ja, ik moest hem lachen, ik had hem erover gehad. Natuurlijk, hij moest naar Curaçao voor een trainingsweek, dus zonder wedstrijd. Nee, dat bedoel ik. Ik ben zelf op Curaçao geweest, ik zei tegen hem van, ik had wel een keer een gratis weekje trainen en even op het strand zitten. Ja, ik had het misschien wel gedaan, maar hij heeft het vaker gedaan natuurlijk. Wel eens daar naartoe voor wedstrijden. En hij heeft last van een jetlag dan. Hij weet gewoon hoe groot die tik is. Ja, hè? Dus dan komt hij terug en dan is hij vermoeid. En dan weet je, hij staat nu ook net erin. En ik vind het op zich echt verstandig van hem dat hij zo erin zit. Wat ik zeg, ik had waarschijnlijk wel... Hele professionele keuze dus. Ja, natuurlijk. Maar het speelt ook mee, denk ik, dat het een trainingsweek is. En ja, natuurlijk. En niet een de beslissende tegen Trinidad en Tobago waarvoor ze zich voor het WK kunnen plaatsen. Absoluut, ja. Had hij waarschijnlijk wat anders gedaan. Ja. Dan zeg jij, ja, even lekker, even afschakelen. Maar dan moet natuurlijk ook gewoon getraind worden. Wanneer pikken jullie het weer op voor de volgende wedstrijd? Ja, nu is het gewoon, deze week is dan gewoon doortrainen. Wat ook, je kan wat extra dingen doen, krachttraining, wat je normaal niet doet, doe je nu extra. En dan maandag ben je eigenlijk weer volledig bezig met de volgende wedstrijd. Ja, en die is tegen Willem II. Heel raar, maar we staan gewoon boven Willem II, hè? Ja, had ik niet. Niet dat wij er niet boven stonden, maar Willem II toch wel een aardige ploeg vind ja, ik. Ja, toch. Dus die staan eigenlijk wel te laag, denk ik, voor de kwaliteit wat ze hebben. Ja. Alleen ja, tegen PSV afgelopen weekend hadden ze het gewoon heel zwaar. Ja, en is dit dan wat ze zeggen, die komen we op het juiste moment tegen? Ja. Leeft dat bij jou? Of zeg je dat liever achteraf als ze met punten daar weg zijn? Ja, nee, dat is altijd lastig. Of je helpt ze weer in het zadel, of je, weet je, dat is altijd lastig. Maar ik denk dat elke wedstrijd voor ons moeilijk is en dat is cliché, maar dat is wel gewoon zo. Goed. En sommige zeker uitwedstrijden. Ja, en ik denk ook gewoon dat met die instelling elke keer de wedstrijd in moeten gaan. En ik ben van overtuigd dat als wij hetzelfde brengen als tegen Heracles, dat we daar ook gewoon resultaat kunnen halen. Ja, dus even rust en dan op naar Willem II. Ja, en hopelijk dat we dan een goede serie, zoals je zei, kunnen neerzetten. Ja, mooi is dat, hè? Ja. Gaan we naar uitkijken. Yes. Geen de koning, zoals gezegd, maar wel de captain. En toch vertelt hij wijze dingen. Hè, die Dit was eigenlijk de eerste en misschien wel de laatste aflevering van Geen Koffie met de Captain. Dank jullie wel voor het kijken.